belastingboxen en schijventarieven. Ieder jaar moet er weer belasting worden betaald over het inkomen en de financiële bezittingen. In Nederland gaat dit volgens het boxensysteem, wat bestaat uit 3 boxen. Box 1 gaat over de inkomsten uit woning en werk. Deze loonbelasting wordt berekend op basis van de belastingschijf. Voor ieder gedeelte van je inkomen val je in een steeds hogere schijf, waarvoor je steeds een hoger belastingpercentage moet betalen. Mensen met hogere inkomens betalen hierdoor meer belasting. Box 2 gaat over inkomen uit aanmerkelijk belang. Met aanmerkelijk belang wordt bedoeld dat iemand minimaal 5% van de aandelen in een BV bezit. Over de winst die wordt gemaakt met deze aandelen moet ook belasting worden betaald. Box 3 gaat over belasting op je vermogen, zoals je spaargeld of het hebben van een tweede huis. Sinds 2017 werken we in Nederland in box 3 ook met een schijvenstelsel. Dus hoe meer vermogen je hebt, des te meer belasting je moet betalen. Hier geldt dat de eerste 25.000 euro volledig belastingvrij is. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.